wat er gebeurde in de vorige aflevering van Ark. En ik vind het wel vet eigenlijk. Ik vind het wel een vet patroon hebben. Zo, kijk, hun hebben allemaal mooi rond dit dat. Dan heb ik zo'n schokkerpatroon aan de zijkant. Ik weet niet, ik vind het wel wat hebben. Een soort van die 8-bit feel. Jawel. Nee, jawel. Nee. Nee. Kom op. Kom op. Mag ik gewoon nog eraf? What the fuck is dit? Oh, dit... Oh, dit spel kan me zo op mijn zenuwen werken, hè. Zo. Dat is toch wel wat extra vloer wat hier opeens staat, hè. En dan te bedenken dat we eigenlijk in al die tijd... pas een kwart hebben gedaan, eigenlijk. What the fuck? Ik open de deur en er is gelijk wat anders aan de hand. What's up with all the thatch walls? Aannemers bedrijf MMS3 voor meer informatie. Of voor meer informatie YouTube/SirChex. Yo, what the fuck? Ik ben even verbaasd. Ik zie hier nog een mailtje staan. Maar what's up with the thatch walls, dog? Zijn we weer aan het verhuizen? Alweer? Yo, what the fuck is er gaande? Aan de buitenkant ziet het er gewoon nog hetzelfde uit. Soort van. Totaal niet. What the fuck? Dit hele voorplatform is weg. Dit zijplatform is erbij gebouwd. Dit. Hier stond een steiger en shit. Ook weg. Anyhow, wij hebben hier voor Don Dr. Mail. What the fuck is dit? Een... Het is in ieder geval van Aero, dus de reismus. Maar ik weet niet wat voor dino het is. Wat is het? Het is een fucking vogel! Is het serieus een meeuw? Nee, even for real. Is het een meeuw? Ik kan het niet zien. Hij houdt zijn kop niet stil. Oké, wacht, zo. Is dit een agressieve prehistorische meeuw? Enigszins. Ik ben best wel, zeg maar, benieuwd naar de verklaring hierachter. Want ik zit nu echt van... Yo, we hadden een fucking grote woning. What happened? Deze fucking vogel kan geen eens deze rit in één keer maken. Hij heeft te weinig stamina. Dat is echt fucked. Trouwens, dankjewel voor het geven van de dino. Wordt zeker gewaardeerd. Nou, mijn platform staat er nog steeds. Huh. Ik dacht, ja, misschien omdat er... Er gingen gedachten in mijn hoofd rond van... Als je een X-periode niet inlogt in de game, dan gaat er iets fout. Ik dacht dat ik sowieso wel op tijd zou zijn. Maar ik dacht dat misschien die andere jongens niet op tijd hadden ingelogd of zo. En dat er dan de mogelijkheid was om dingen te slopen. En er was uiteindelijk die basis, was de klos of zoiets. Ik heb fucking geen idee. Nou, ik prik hem hierboven er gewoon eventjes in. Dan staat hij eventjes in het vogelhok. En daar zal hij het dan maar eventjes mee moeten doen. Dankjewel in ieder geval voor het geven van de verkrekmail. Oh, dus zo werkt dat. Oké, ik kreeg namelijk in de reactie dat je met T kon je items snel ergens uit een inventaris halen. Als je volgens mij dan gewoon je muis erop houdt. Ja. Dus oké, dat werkt best chill. Dat werkt zeker chill. Voor meer... Ik snap hem nu. Jesus Christ. God dang it. Ik snap hem. Oké. Wat je dus blijkbaar moet doen. Marnix die heeft blijkbaar een beetje zitten friemelen aan het design hiervan. En dat heeft hij dus opgenomen. Ik snap hem. Dus voor meer informatie moet je dus naar YouTube gaan. Oftewel zijn kanaal, SirChex. Linkje staat in de beschrijving. En als die er niet in staat, stuur me even een berichtje. Dan zet ik hem er alsnog in. Anyhow, we zitten eigenlijk weer flink wat tijd voor doen. Ik weet het, eigenlijk wil ik dit niet in een aflevering doen. Maar ik had niet echt een plan van wat ik... anders moest gaan doen. Normaal gesproken heb ik enigszins wel een idee van... Hey, goh, Don, dit kan je doen in een aflevering. Maar we zijn zo close met het afronden van die ene houten woning... dat ik dat eigenlijk wil doen. Trust me, je gaat er weinig van merken. Oké, ik pak eigenlijk ook even een tipje van een kijker die zei van... Yo, waarom de fuck? Die werd er eigenlijk volgens mij best boos om. Van waarom de fuck ga je ook naar die kisten toe? Ja, ik weet niet. Dat leek me voor dat moment leek me dat best logisch. Maar ja, als ik zelf ook gewoon eventjes wat fiber pak. En ik ga hier gewoon staan. En ik pak jouw inventaris erbij. En ik pak mijn craftables erbij. Dan pakken we foundation erbij. En al die inventaris naar mijn meuk toe. Of al deze meuk naar mijn inventaris toe. En dan kan ik ze gewoon maken. Hey.
Nou, en na zo'n stack heb je uiteindelijk toch 16 wooden fucking foundations. En dan kan je ze zo helemaal dichtrammen. En dat is eigenlijk een beetje het enige wat ik van de routine wil laten zien. What the fuck is deze pijp? Tree sap unlocked. Owner motherfuck. Yo, motherfucker. Wat ga jij mijn fucking sap stelen? Dit is mijn sap, fuck you. Oh, het is gewoon jij bent de owner, maar ik kan alsnog het sap pakken. Hey, dankjewel voor gratis sap ding. Ik scheld je eerst helemaal de moeder en daarna blijk ik eruit dat ik gewoon gebruik van kunnen maken. Oké. Okay. Thank you. Oké. Okay. Hout is er genoeg. Ik heb eigenlijk nu gewoon volop thatch nodig. Dus de bever gaat er gewoon even een keer weer bijgepakt worden. Ik weet trouwens helemaal niet wat je met dat tree sap kan. Ik kan het wel even opzoeken. Is a resource is obtained by a tree sap tap, redwood tree, crafting recipes, refill, bla 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 bla. Can be used as a bait when fishing, together with leech blood. Oh! Ik zag het inderdaad al staan in een soort kast wat wij hadden in het huisje. Zag ik ook al een soort geel blopje en ik wist niet echt wat het was, weet je. Maar dat blijkt dus gewoon tree sap te zijn. Bevermanen, bevermanen, waar de fuck zat jij ook alweer? Daar ben je. Wat wij namelijk hebben ervaren, is dat de bever pittig goed is in het water met hout hakken. Krijg je fucking veel thatch eruit. Nou, wij hoeven eigenlijk maar één keer een flink goede stack te hebben. En dan kunnen we er eigenlijk alweer mee verder. Jammer dat ik dit beest gewoon niet onder controle kan houden. Oh wacht, je kan ook gewoon letterlijk WASD te gebruiken. Ook gewoon om te remmen en shit. Geinig. Maar de draaicirkel is me toch een partij anus. Jesus. En het valt eigenlijk ook nog pittig tegen wat we eruit krijgen. What the fuck? Ik dacht dat de bever beter was. Ik dacht for real, de bever was beter dan dit. Is hij genurfd of zo? What the fuck is dit? Nou, op het land ziet hij er gewoon normaal uit. Ik begrijp er echt geen fucking reet van. Dit is echt flink kut. Dit is een tegenvaller die ik niet zag aankomen. Sorry bevermanen, maar uiteindelijk blijkt je toch fucking zinloos te zijn. Dat is echt fucking feels bad, man. Ik bedoel, wat ik bedoel is dat ik eigenlijk gewoon zelf mijn eigen pickaxe erbij kan pakken. En gewoon even tegen zo'n boom aan kan rachen en dan krijg ik er nog meer uit. Zie je? Zal dit voldoende zijn, denk je? Ik denk het wel. 21 foundations. Hoe ver gaan wij daarmee komen? Want ik heb elke keer het vermoeden van, oh shit, ik moet niet te veel maken. Want anders bouw ik mezelf helemaal vol en hou ik uiteindelijk foundations over. En dat zou zonde zijn van de grondstoffen. Want het kost al een tyfus eeuwigheid om dit bij elkaar te verzamelen. Dus dan wil ik er ook weer net niet te veel hebben. Oké, we hebben er hier eentje. Volgens mij kunnen er hier niet. En kan er hier misschien nog eentje? Oké, eens even kijken. Want ik kan er nog een paar bij maken. Eerst eens even kijken met twee. Hier kan er niet één in de hoek. Hier kan er niet één. Niet één. Wel één. Wel één. Nou, deze was duidelijk. Eens even kijken. Dan hebben we hier nog ruimte voor één. Hier nog ruimte voor één. En dat is het eigenlijk. Dus ik moet er nog. Alhoewel, wil ik dat wel. Weet je, want nu heb ik een mooi egaal vierkant in het midden. Oké, never mind. I fucked it up right here. Dus dat betekent hier nog één, daar nog één en daar nog één. Dus nog twee moet ik er maken. En dan is gewoon de vloer klaar, jongens. Oh, shit. What up? Dit kostte fucking veel tijd om alleen maar dit te creëren. Oké, volgende stap. Ik ben blij. Ik ben blij dat het zo eigenlijk best goed is gegaan, right? Wall. Wat heb je nodig voor gewoon een rechte muur? Wood. Veel minder wood. Dat is nice. We hebben trouwens weinig fiber nog over. Maar dat valt zo te pakken. En dan kunnen we eventjes proeven hoe dat gaat met de walls. En kan je ze dan ook... Ja, je kan ze ook gewoon letterlijk recht op elkaar zetten. Nice. Nice. Feels good, man. Wat is dit? Meer sap voor mij. Hey, trouwens, hè, dit zou je misschien niet weten omdat je alleen maar naar mijn kanaal komt voor één desbetreffende serie. En dat is dan, in dit geval zou dat dan Ark zijn, als jij dit kijkt. What the fuck is dat? Hij heeft zo'n rare fin op zijn rug. Anyhow. Woensdag komt er een andere serie in plaats van H1Z1. Mocht je dat toevallig hebben gekeken, dan zit je nu hoogstwaarschijnlijk van...
Oh, oké. Okay. Nou ja, leuk. Wat gaat het worden, Don? Kijk, en dat is dus een beetje het punt. Met het publiek. De nieuwsgierigheid van het publiek. Want dan ben ik even lekker gezellig op vrijdag zo aan het livestreamen, hè. En het kwam zelfs op een punt dat mensen mij gewoon fucking geld gaven om te vertellen wat het werd. En ik denk dan van, hé, dan gaat het hele aard van die verrassing is dan weg. Dat zou zo'n zonde zijn. Dus, om jullie nog meer even te dikteasen, ik ga nog steeds niet vertellen wat je woensdag krijgt te zien. Want dat krijg je woensdag wel te zien. Maar ik beloof je, tenminste, het is een best gehypte game, weet je. Dus mijn hype ligt ook hoog. Ik ben benieuwd wat het zeg maar af gaat brengen. En laten we hopen dat het gewoon geen scheidgame is. Want het is niet een game die ik al eerder heb gespeeld, zeg maar. Dus ik weet niet of het goed is of het slecht is of wat dan ook. En nu probeer ik die ene klote kist te vinden met die ene sap erin. Maar waar de fuck zit dat? Is was het deze? Lag. Dan kan je het nooit weten bij lag. Hey. Nee, deze was het ook niet. What the fuck? Man, I don't know fucking man. Nu zit ik alleen maar dat sap mee te slepen. En ik dacht dat ik het ergens had gezien. Ik heb... hoerenveel muren. 43 muren. Wat moet ik ermee? Fucking hell. Oké, wat hou ik over? Klein beetje hout, klein beetje fiber. En mijn thatch is op. Horrifuck, mingery. Ik heb te veel... ja, ik heb te veel muren. Dat weegt te veel. Zo, even de helft daarin. Dan kan ik tenminste een beetje vrij bewegen. Lekker omcirkelen. Fuck! I fucked up. Ik wilde te snel. Ik ging ook lekker snel. En dan klik ik één keer verkeerd en dan staat er een kutmuur. Kan ik van die muur nog iets moois maken? Vast wel. Vast wel. Oké, dat betekent 1, 2, 3, 4 moet ik er nog hebben om hem compleet af te ronden. Maar dan wil ik nog een volledige laag erbovenop. Denk ik. I don't know man, huizen bouwen is fucking lastig. En niet echt tijdsefficiënt. Heb je nog wat sap voor me? Uiteraard. Nou oké, okay. Duurt nog wel even totdat je 20 volledig hebt. Oké, okay, fuck dit nou. Ik heb nu echt zo lang aan het tyfushok gebouwd. Ik wil even wat anders doen. Ja, je ziet er niet zeg maar elk detail wat ik doe. Omdat ik, ja, ik knip nu zulke grote stukken eruit. Dat je alleen maar ziet van, oh. Hij fucking heeft opeens hout. En hij fucking opeens plaatst het. En dan kan je hoogstwaarschijnlijk wel dat proces in je hoofd laten plaatsvinden. Van, oh ja, dat is gebeurd. Want ik snap je. Je hoeft me ook weer niet aan te zien dat ik zeg maar... elk stukje houtpak en shit, dat is ook gewoon niet leuk om naar te kijken. Dat kan, ik kan in je inleven. Dankjewel voor je diensten, kwetsel. Het wordt zeker gewaardeerd. Ik ga denk even met dokter Doevenschmerts eventjes op pad. Want ik heb nog nooit zeg maar, op de rug van een beer gezeten. Ik ben geen Vladimir Poetin. Ik rij niet op beren. Dus ik ben wel benieuwd, zeg maar, waar ben jij goed in? En voor de mensen die... echt, die comments zag ik ook voorbij komen, hè. Van, yo, waarom ben je naakt? Waarom heb je geen gear aan? Ik heb gear aan. Maar het is, zeg maar, alsof je niks aan hebt. Zo'n skin zit er overheen. Dus bedankt voor je reactie. Mocht je nog een reactie hebben, mag je hem gerust plaatsen. Oké, okay, een beer en een boom. Fiber! Jij bent een fiberjager. Aha! What the fuck? Nee. Oké, okay, looky this, hè. Looky this. Deze beer heeft een charge modus. Kijk, je rent in het begin een beetje langzaam. En dan wordt hij steeds sneller. Hij wordt steeds sneller. Zie je dat? Kijk hem snel gaan dan. Map. Tieven snel. En dan word je opeens geblokt door een willekeurige hitbox van een steen die je uiteindelijk helemaal niet raakte. Deze beer gaat snel, I like it. Alleen er zijn geen fucking dino's in de buurt die je kan doden. Oké, ik liep er letterlijk net langs één. Maar dat was een vliegende, dat telt niet helemaal, hè. Waar gaan we naartoe? Yo, wat is deze catwalk? I'm too fabulous for my shirts. Too sexy, yeah. Ik weet even niet hoe dat nummer gaat. Wacht, cue de muziek even. I'm too sexy for my shirt. Oké, dankjewel, want anders krijg ik copyright op mijn moer. Oké, wat is deze brug dan? Ik kan het geen eens lezen. For your own safety, please do the... Beertje, jij kan het toch wel afhandelen? Dat bedoel ik. Dr. Doevensmeerts. Hap. En de beer is neer. Of de slang is neer, sorry.
For your own safety, please do not stop until you cross the bridge. Wat? Wat als je er blijft opstaan dan? I do not know. Sorry. Wat is dit? Banaans de combat. Het? Bananes? Ik heb geen bananen. Ik heb alleen kiwis in huis. Die zijn ook erg lekker. Hé, wat is dit? Wat doet dit hier? Wat? Die heeft een fucking guard? Oh, is dat een guard? Yo, man. Hoe praat ik ook weer? Yo? Yo? Ik weet de knop voor praten niet meer. Hero? Hero Mingri? What is talk button again? Can you hear me? Just shake yes? Ah, that's good. Okay, I was panicking because I didn't see the pop-up of... Oh no, there's the pop-up. Okay, different game. How you doing, man? How you doing? Seems Gucci? Is this your dear wolf? You said wolf. This is a bear, man. I mean, it's pretty cool, but you'll never be as cool as Dr. Doofenshmirtz. He's kinda fancy. I like to shake my naked booty on his back. He likes that. It's a weird German fetish. I don't know, man. Do you like Germans? You are Germans! Hello, meine Freund! Okay, how do I say how are you? As in, like, how are you doing in German? Oh, no, that's wie geht's? Oh, was machst du? Ah, I was wie geht's is like how you doing, right? Ah, yes, very good, sehr gut, ja. Es ist sehr toll. Ganz geil. Dat is mijn enige Duits wat ik zo'n beetje ken. Ik haal nu echt alles naar voren. Want ik weet anders niks. Okay, I'm gonna move on. I'm gonna take Dr. Doofenshmirtz for another run. Have a nice day. Good luck with your dire wolf, what actually is a bear. It's transgender. It doesn't know what it wants. I say... Tschüss. Thanks. Zegt hij tschüss? Okay, hij zegt bye-bye. Okay, dat mag ook. Bye-bye? Dr. Doofenshmirtz? Weet wederom... Waarom de fuck heet deze beer Dr. Doofenshmirtz eigenlijk? Waar is Dr. Doofenshmirtz op gebaseerd? Is dat gewoon een random Duits / Oostenrijkse naam? Of is dat echt gebaseerd van een serie of wat de fuck dan ook? Het was gewoon opeens was er een beer genaamd Dr. Doofenshmirtz. En ik ken de background story niet. Feels bad, man. What the fuck moet ik hier doen? Het is afgesloten. Maar waarom? Jij bent hier helemaal niet aan het bouwen. Fucking hell, beren zijn echt geweldig. Alleen dan kom je echt in zo'n bebost gebied, dan moet je echt gewoon first person alles ontwijken, zodat je niet botst en uiteindelijk je speed kwijt bent. Hier, sterf. Titan Boa level 8, get shit on bij Dr. Doofenshmirtz. Ik moet zeggen, die wandelsessie, dat was wel even volop genieten hoor. Dus moet je een grotere afstand afleggen voor eigenlijk één boompie. Hey, slangetje. Zullen we dat? Hey, fucking hell, wil je dat of niet doen? Oh, fuck. Oh fuck, Zeus tribute. Doe eens niet zo wild.